De meest eenvoudige verbinding is gewoon koud op elkaar. Dus als ik hier nou twee van die bindjes heb, twee van die balkjes, en die wil ik zo aan elkaar maken, dan is natuurlijk het snelste is gewoon huppakee op elkaar, spijkers erin en je bent klaar. We gaan met een kozijn ook nog, laat ik wel eens een keer zien hoe je gaat contramallen. Dat als hier een sponning zit, dan moet je natuurlijk op maat maken, contramallen, dat die goed in elkaar past. Maar de volgende stap van spijkers is schroeven. En hoe gaan we dat doen? Ik ga die bindjes ga ik hier op de werkbank met een lijmklemmetje opklemmen. En dat leg ik zo neer dat die haaks is. Maar als dit een vierkant moet worden, dan kan het wel een scheluw worden als die ondergrond scheluw is. Scheluw is dat de ene hoek uitwijkt van het vlak. En een kozijn of een raamwerkje moet natuurlijk wel vlak zijn. Dus die ondergrond moet vlak zijn. Nou ziet dit er heel goed uit, maar absoluut weet je het niet, want die vloer waar die op staat, staat die ook in een putje, dan staat die ook een beetje te wringen en dan is die ook niet vlak. Dus het eerste wat we gaan controleren is of die ondergrond vlak is. En dat doen we als volgt. We nemen twee rechte latten. Dan heb ik deze bindjes toch bij de hand, dus dan ga ik het hier doen. En dan kijk ik daar overheen met één oog, met het zogenaamde Timmermans oog. En dan kijk ik of deze lijn parallel loopt aan deze lijn. En als dat zo is, dan is die ondergrond vlak. Dan kan je er wel van uitgaan. Dan hebben we dat probleem in ieder geval opgelost. Dus dat ga ik nu even doen. Ga ik eens even op de hoogte van die bindjes kijken. Zo of ze parallel lopen. Als je moeite hebt om te kijken of er verschil in zit, nou dan zit je al goed. Kijk, staat dit echt helemaal zo? Nou, dat zie je best wel. Om te laten zien. Als het zo schuin is, dan zie je dat echt wel verschil. Dus is het een millimetertje? Nou, dat is voor zo'n raamkozijn ook weer niet erg. Maar het moet wel een beetje vlak zijn, want als je raam in je kozijn gaat hangen en je raam is vlak en je kozijn is scheluw, dan krijg je moeite met hangen. Dan heb je het probleem verplaatst. Dus later als je het kozijn in het metselwerk gaat zetten, moet het ook vlak gesteld worden. Maar we beginnen bij het goede en dat is deze. Dit vlak waar je op gaat werken moet vlak zijn. Dus dat is niet een aanname wat ik wel eens in de praktijk heb meegemaakt. Nou, en dan ga je ervan uit, oh die hoek is wel haaks, oh dat vlak is wel vlak. Ga je er gewoon maar vanuit, nou dan kom je wel terug van die leerles. Dus controleer het nou maar wel als je denkt dat het is wel vlak. En nu we weten dat het vlak is, gaan we kijken hoe we deze hoek aan elkaar. Hebben we nou vier bindjes, dan beginnen we gewoon met hoek 1. Die schroef je vast, draaien, doe je hoek 2, doe je hoek 3. Allemaal op deze manier. Dus we gaan dit, ik leg hem hier langs de kant. Dus een beetje in de richting van de werkbank. En een beetje langs de kanten kan ik hier een lijmklemmetje opzetten. Want dat ga ik doen. Ga ik dat zo leggen dat ik hier een haak inleg. Te weten dat het haaks is. Maar dan ga ik eerst deze vastzetten. Kijk, dat is de eerste maat. En dan gaan we hier twee lijnklemmen opzetten dat die daar vast zit. Nou, dan ga ik het iets meer uit de hoek doen. Anders kan ik straks met mijn boormachine niet weg. Zit het in de weg. Nou. Het zit behoorlijk uit de haak.
Dan moet ik toch een beetje losdraaien. Perfect. Nou is die haaks. Dan zet ik hem vast. Dan leg ik er daar nog één bij. Kijk, dan heb ik een vlakke en een haakse hoek. Nu kan ik voor mijn schroeven gaan voorboren in deze hoek. En dan zet je de schroeven erin. En dan kan je aan de volgende hoek beginnen. Ik heb schroeven van 6 mm doorsnede met 100 mm lengte. Dat is 10 cm en ik heb ze van 12 cm. Nou, op deze lengte gaat die ruim de dikte van dit balkje er doorheen. Maar vuurhout is niet zo hard. Dus als ik dat voorboor, dan heeft het ook minder greep. Dus ik zou toch die langere schroef willen hebben, die van 12. En dan moet je natuurlijk goed voorboren, goed recht, dat je er goed voor gaat zitten. Want als je scheef gaat boren, dan komt die schroef gewoon aan de voorkant of de achterkant of de zijkant komt die eruit. Dus nu is het een kwestie van goed recht boren. En een schroef van 6 mm die je voorboord in hard hout, zou ik een millimeter minder nemen. Zo 4,5, 5 mm boor. Om voor te boren. Voor een schroef van 6. En deze, ja, dat zou eigenlijk met 4. En dan heb je meestal, zijn dat ijzerboortjes 4 mm. En die zijn niet langer dan zo. Dus dat haalt niet tot het eind. Maar dat geeft niet, want dit is vuurhout. Dan gaat het vooral omdat je dat eerste stuk op een millimeter of 6 heb. Eigenlijk zou je met een boor van 6 om het begin te boren voldoende zijn. En dan ga je hem een beetje opsoeverijnen dat hij eronder komt. Want moet je nog een beetje schaven, dan moet die kop er niet uitsteken. Dus je gaat hem even soeverijnen. Dus ik zou met een millimeter of 6, dus de doorsnede van de schroef, zou ik hier doen. Maar, nou zeg ik 6 mm, maar de eind van die schroef die is minder. Ik ga even zo'n schroef laten zien en dan ga ik even meten, want die, daar gaat het om, dat eindstuk, want dat trekt hem aan. Ik boor dat voor om de hout te laten aantrekken. En als je dat niet doet en er zit hier een kiertje, dan blijft die kier daarin zitten. Dus ik ga even die schroef zoeken, waar die zijn. En dan laat ik dat even zien. Dus dit is de schroef van 12. Kijk, en heeft hij een glad stukje en een schroefdraadstukje. En nou is dat schroefdraad is iets groter, dus ik meet dat echt op, want als je te ruim gat boort, dat kan wel, maar dan gaat hij rammelen. Dan kan dat, en dit is, nou, ruim 4. Dus als ik een boor van 4 mm heb, terwijl dit door moet gaan voor 6, ja, dat doet hij. Dus ik kan, dit is 4, dus met een boor van 4 heb je al genoeg. En dan heeft hij dit stukje voorgeboord. En dan kan hij hem aantrekken op deze. Dus heb je een 6 met zo'n gladde kant, nou, dan kies je voor 4. Als je zulke grote schroeven erin wil draaien met zo'n accutol, dan zit er dat bitje wat ik nu in heb zitten, dat is geschikt voor 440'ers. En dit is 620, dus die 6 mm. Dus hij heeft het rammelt een beetje. Dus daar heb je een speciaal bitje voor, die er goed in past. En hoe het heet, dat zal maar eigenlijk een worst zijn. Ik ga met zo'n schroef naar de winkel en ik voel hem, dat is hem. Die moet ik hebben. Dus als we straks, ik heb altijd 3 maten bitjes, dat is die grote en een heel kleintje voor de kleine schroefjes. En de gemiddelde maat van die 440. Dus die heb ik altijd in mijn overal. Dus pik deze of die. Al dat interessante gedoe van bepaalde namen bij een bepaalde bitjes. Nou, dat onthoud ik niet hoor. Ik heb die 3 heb ik in mijn zak zitten. En ik heb een doosje met allerlei soorten en maten. En ook
van die, hoe heet die andere met zo'n vierkant koppie. Die zitten er allemaal in. Mocht ik iets ontmoeten van een schroef waar deze niet in passen, dan ga ik op zoek naar mijn voorraadje. En dan kijk ik welke erin past. En daar gaat hij ook weer in terug. Dat ligt in de auto altijd. Dus dan kan ik niet voor onverwachte situaties komen te staan. Dus deze past goed. Ik heb ook nog een accutol met een hamer. Dus als dit in hard houdt en het wordt te groot en te zwaar, dan neem ik zo'n hamer-accutol. Maar het kan hier waarschijnlijk wel mee. Dat ik hem ingesteld heb op boren. Dat hij niet doorslipt. En dan gaan we hier een gaatje boren. Nou, heb je twee soorten soevereinboordjes. Zo'n open systeem en zo'n, ja, er zit een holletje in dit ding. Die doen het lekkerder. Dus ik ga hem even omwisselen. Dat hij goed die kop kwijt kan. Die moet hierin kunnen. Zo, het goede bitje op de langzame toer, want hij moet kracht leveren. Dan zit hij als een huis. En als je er nog lijm tussen doet, als het een vochtige omstandigheid is, dat het water er niet tussen kan, is dat aan te raden. Maar in principe is dit de constructie. Want het is een lange schroef die hem ook een beetje het schranken tegengaat.